Jongens, ik ruik gewoon, ook al ben ik verkouden een beetje, ik ruik gewoon dat er een nieuw iets aankomt. Een nieuw park naar Planet Zoo. Ik ruik het. Ik ruik het. Dat kan toch niet anders. Dit is gewoon zo. Welkom lieve mensen bij deze nieuwe aflevering van Planet Zoo. Het jaar 2020 is begonnen en dat betekent ook dat ik vandaag officieel ga starten met het bouwen van een eigen dierentuin. En het wordt vast en zeker hartstikke leuk. Ik heb goed nieuws en ik heb ook een beetje slecht nieuws, want momenteel is er een hele grote brand in Australië, waarbij dus meer dan 1 miljard dieren zijn omgekomen. Er zijn 1 miljard dieren dood door die brand. Het is verschrikkelijk. Het is echt hartverscheurend als je dat soort nieuws moet lezen. En ik kijk niet altijd het nieuws, omdat het toch heel vaak negatief is. En ja, ik vind het niet altijd even leuk om te horen, maar het zijn wel gewoon feiten, weet je wel. Toch lees ik dan weer over die dieren en ik vind het dan zo verschrikkelijk triest. Ja, weet je, deze serie gaat ook een beetje om dieren, logisch Planet Zoo. Dus laten we wel een beetje stilstaan bij Australië. En ik weet niet, ik kan er zelf niet zo heel veel aan doen natuurlijk. Dat is allemaal, de brandweer moet het hopelijk allemaal gaan blussen, maar dat is niet mogelijk. Het is gewoon een chaos. Het is echt een complete chaos. Het is gewoon ontzettend triest. Maar laten wij bij een reactie een hartje plaatsen. Dus zet allemaal even een hartje, maak het uit. Al doe je het met tekst, al doe je het met een emoticon. Zet gewoon even een hartje bij je reactie. Herdenking aan al die zielige diertjes. Het is gewoon heel triest. We gaan het ook niet. Ik word er bijna emotioneel van. We gaan het ook niet te lang erover hebben. Het is gewoon triest. En sinds kort is dus ook koala's. Ik zeg het goed. De koala's staan nu op uitsterven. Ja, dat is best bijzonder. Ook logisch natuurlijk door die brand. Maar het is gewoon echt grote verschrikking. Het is echt gewoon bijna een wereldramp. Ik zou het bijna een wereldramp kunnen noemen eigenlijk. Nou, ik vind het persoonlijk een wereldramp. We gaan snel even wat leuks doen, om even niet te vergeten, maar even wel leuke dingen te doen met deze aflevering natuurlijk. En dat is een dierentuin maken. En ik heb een beetje research gedaan, logisch. Ik wil natuurlijk wel een eigen dierentuin in elkaar zetten, maar je moet af en toe een beetje op internet kijken om een ingangspoort te maken. En ik heb een ingangspoort gevonden en ik laat hem even zien aan jullie. Het zijn deze twee foto's van Zoolog. Garten. Het is een dierentuin in Duitsland. En ik weet niet of ik dit allemaal kan nabouwen. Maar ik vond vooral de ingang gewoon ontzettend leuk. Je hebt allemaal van die mooie bogen. Je hebt een leeuwenkop daar in het midden. Het is gewoon een beetje een... Ja, ik weet niet of het nou echt een Duitse stijl is van huisjes. Of het is een beetje... Het doet een beetje denken aan Spanje. Ik weet, een beetje Spaans. En dat vond ik wel wat hebben. Dus vandaar dat we dat ook gaan uitvoeren vandaag. En daarmee ga ik ongeveer de entree maken. Niet helemaal 1-op-1 natuurlijk. Maar een beetje inspiratie van de foto's. Verder ga ik gewoon een eigen dierentuin maken. Niet geïnspireerd op bestaande dierentuinen. Misschien wel wat gebouwtjes. Vooral de ingang gaan we natuurlijk wel baseren op dan de Duitse dierentuin. Zoolog Garten. Het is Duitse. Garten. We gaan beginnen. Sandbox mode. We gaan natuurlijk in een sandbox dierentuin aan de gang. Zonder problemen. Gewoon lekker tropisch woestijn. Ik denk dat we gewoon lekker gematigd Europa. Ik denk dat dat gewoon prima is. Oh, dan moet je gelijk een naam invoeren. Daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Een naam voor de dierentuin. Dit is gelijk een keuze natuurlijk. Hè? Die moet je gelijk maken. Dazoo Style Games. Oh, verschrikkelijk. Daar moet je toch niet aan denken. Ook een rare naam in Rotterdam, hè. Waarom heet het... Ja, Diergaarde snap ik. Maar dan Blijdorp. Ja, je wordt er blij van. Een dorp? Is het een dorp? Ja, ik weet het niet. Het zit wel in de stad gebouwd. Ik vind het... Diergaarde. Dat kan natuurlijk ook. Een diergaarde. Dierenpark. Ik kan iets met dierenpark doen. Laten we dat... We moeten een begin hebben. Dierenpark. Ik wil het niet Da Vinci-stijl noemen. Weet je al? Dierenpark Da Vinci-stijl. Dat is... Het maakt het wel persoonlijk, maar dat is... Ik vind het zo... Nee, ik vind het niks. Dierenpark Wonders. Weet je al? Een wonder is natuurlijk een iets magisch misschien. Dat zou wel leuk zijn. Wonders. Dierenpark Apentrots. Oh, dat klinkt wel leuk. Dierenpark Apentrots. Hoe cool is dat? Dat wordt gewoon de definitieve naam. Dierenpark of zo, dierentuin Apentrots. Ik denk dat de omgeving wel goed is.
Gewoon lekker tussen het groen. En we hebben ook lekker de ruimte hier zo. Dat is ook één ding wat heel belangrijk is. Ik denk dat ik het begin het moeilijkst ga vinden. Ik weet niet waarom. Maar voor mijn gevoel wordt dit gewoon het moeilijkst. Ik weet niet of jullie dat ook altijd hebben, maar dat heb ik bij elk ding. Als ik een park bouw of wat dan ook, dan vind ik altijd het begin toch nog wel eventjes een beetje spannend gewoon. Ik weet het niet. Wat voor pad gaan we kiezen? Ik denk dat dit wel een leuk pad is, maar het is een beetje standaard. Een boomschorspad, dat vind ik ook wel erg leuk. Ik ga eerst eens even kijken of ik precies die huisjes kan maken zoals in die foto. Dat is de goede vraag. Gelukkig kan ik wel gewoon muren kleuren. Dus dan kom je ongeveer terecht bij wat je wil. Ik wil iets van steen. Als ik nou steen invul, want het staat op zijn Nederlands. Heerlijk toch? Zandstenen muur. Kan ik die ook aanpassen van kleur? Nee, deze niet. En wat voor kleur? Er moet wel een zonnetje bij komen kijken, want anders zie ik natuurlijk niet wat voor kleur. Hij mag misschien... Ja, is dit de enige steen die ik kan gebruiken? Ja, maar dit is fantastisch. Dit is leuk. Hier hou ik van. Oh, dit is apart. Kijk, die muur die is een beetje bol aan de onderkant. En die komt dan net een beetje over dat steen heen. Of ja, hij komt er net overheen. Wat grappig, joh. Is dat dan bij elk stuk? Ja. Hij loopt een beetje aan de onderkant, loopt hij een beetje dik. Dat is best grappig. Daar kan je wel leuke dingen mee doen. Vooral dat om en om en zo. We hebben een kalksteenmuur. Ik denk dat we hiervoor moeten gaan. De kalksteenmuur. Ik denk dat dit nog wel aardig overeenkomt met wat ik wil. Ja, het is een hoog gebouwtje. Ja, deze serie wordt net weer een beetje anders dan dat je gewend bent natuurlijk. Normaal dan doen we snel vooruit spoelen. Maar in dit geval doen we dat dus helemaal niet. Ik heb daar bewust voor gekozen. Als mensen zoiets hebben van Vincent, waarom doe je dit ons aan? Het is niet om te plagen. Het is niet, zeker niet om te plagen. Als ik zou plagen, dan zou ik het veel beter doen, zeg maar. Ja, absoluut. Ik kan veel beter plagen dan dit. Ik weet niet of het zo plotseling is, maar hier moet je eigenlijk beginnen met de map, hè. Het is echt al, in het begin heb je gelijk al een soort van ingangspoort. Ik denk dat we daarna pas de kassa's maken en dat we dan nog misschien een externe poort gaan maken. Ik denk dat dit gewoon een beginnetje is voor het park. Dat we dan een soort pleintje krijgen en dat je dan een balie hebt voor de ticketverkoop. En dat je dan op een gegeven moment poortjes hebt en daardoor ga je dan het park binnen treden. Ja, dus dit is gewoon enkel een beginnetje. Dit is niet gelijk waar je moet betalen en dat soort dingen. Dat komt later pas. Ja, kalksteen is op zich wel... Ja, dat kunnen we goed gebruiken. Ik denk dat je ook best wel wat leuke dingetjes ermee kan maken. Vooral ook voor de ingang. Dan gaan we gewoon wat leuks in elkaar zetten. Het is vooral een beetje bolvormig. Dus ik ga kijken of ik daar wat van kan maken. Dat hoop ik eigenlijk wel. En anders is het gewoon een beetje knoeien ermee. Een beetje rotzooien. Nou, ik denk dat dit wel aardig in de buurt komt qua vormen en dat soort dingen. Gelijk even kijken naar de daken, want wat voor daken zou ik willen gebruiken? Ik denk dat dit wel ontzettend leuk is. De kleur is natuurlijk echt verschrikkelijk, want dat rood moeten we gelijk even aanpassen naar ja, iets van licht oranje of een beetje donker. Ik denk dat donker net wat beter is. Pas toe ook, lekker in het Nederlands. Pas toe. Ik had het toch geprobeerd om eventjes het spel naar het Nederlands te zetten, of naar het Engels bedoel ik. Het stond op Nederlands standaard, maar daar heb ik het toch weer omgezet. Ik vond het toch enigszins ja, ik vind het toch wel redelijk prettig, Nederlands. Je went er ook aan. Okay, ik denk dat alles went. Sowieso. Alleen jammer dat natuurlijk dat er doorheen steekt, zoals je ziet. En dat wil ik eigenlijk niet. Maar dat, ik denk dat ik niet echt... Ja, ik heb niet echt een keus. Of ik moet toch maar een beetje ermee gaan knoeien. Ik wil toch liever dat ik het een beetje leuker maak en mooier. Dus ik ga toch maar even een niveautje erachter werken. Zo, dat sluit dan aan met deze muur. Want deze muur wordt dan doorgetrokken. Hè? Dit is een... Kijk, die kunnen we gewoon selecteren. En die doen we gewoon duplicaten. En die gaat gewoon doorgetrokken worden naar die kant zo. En daar sluit dan deze poort of deze... Ja, wat is het? Dit sluit erop aan, hè? Dat is de bedoeling. Oh, je kan ook gewoon deze neerzetten. Kijk, dan ben ik gewoon klaar. Nou, het is wel een prima voorbeeld hoe je het kan maken. Vooral met die... Nou, ik denk dat dit wel heel erg handig is voor mij. Vooral dat ik dit even zie. Wat hij heeft gebruikt. Want ik denk dat dit ook onder kalksteen... Gipsen. Oh, het zijn gipsen, zie ik al. Ik kan misschien wat gaan gebruiken hiervoor, want ik vind die palen best wel mooi ogen. Alleen de kleur komt niet overeen. Ja, het is altijd wel leuk om gewoon dingetjes een beetje over te kopiëren en te plakken, maar nee, in dit geval ga ik dat maar niet doen. En kan ik beter gewoon andere dingetjes gebruiken. Deze staat wel leuk. Belangrijke waarschuwing, let op. Wat is er allemaal aan de hand? Ah, ja, dat gezeur altijd met die poortjes en zo die je moet gebruiken. Die dingetjes, weet je wel. Altijd hetzelfde geintje natuurlijk. Maar we gaan dit toch eerst eens eventjes behandelen. Zo, want we moeten mooie poortjes maken. Ik ben alleen bang dat ik hiervoor, voor dat wat je hier ziet, dat dak zeg maar, dat ik hier niet echt iets voor ga krijgen. Dus dat ik het op deze manier moet oplossen. Dat zou kunnen hoor, dat is geen probleem. Maar dan trek ik dat gewoon helemaal door.
En dan kan je op die manier ook gewoon een soort van dak maken. Het is dan niet echt het mooiste voorbeeld wat er is. Maar ik denk dat het wel de enige oplossing is. Dus ik heb niet veel keus. Soms heb je keuzes, maar soms ook helemaal niet. Kijk, dan moet dat mooi in elkaar vallen. En dat is natuurlijk ook wel een beetje het punt. Want wanneer valt het dan ook mooi in elkaar? Dat is dan de grote vraag. Nou, ik denk dat deze aardig op één lijn zit. Vind je niet? Kijk, ik moet gewoon die gaatjes even vullen daar in het midden. Er blijft wel een soort van die strepen zien. Maar ik vind het wel wat te hebben. Ik vind het niet storend. Als ik het storend zou vinden, zou ik het weghalen. En dan zou ik eigenlijk gewoon eerst één poort moeten maken. Één zijkant of één voorkant. En dan kopiëren naar de achterkant. Dan hoef ik niet dubbel te maken en zo. Dat scheelt weer wat werk. Nou, zijn er wel letters in de game, geloof ik. Ik zal eens even kijken. Letters. Letters. Ja, hoe heet die dingen dan? Kan ik gewoon een A invullen? Krijg ik dan ook een letter A? Nee, zo makkelijk is het niet. Potverdorie. Ik doe deze hier wel plakken, want ik vind hem leuk. Het is een soort bordje met allemaal versiersels erop. Moet natuurlijk wel de voorkant een beetje leuk. Oh, maar die leeuw is wel echt heel erg gaaf. Die grote leeuwenkop. Die past ook precies op dat rondje. Dus het komt wel heel erg mooi uit natuurlijk. Het zou mooi zijn als die zo precies daar. Oh, maar dit is geweldig. Dit is natuurlijk. Ja, dit hoort allemaal bij elkaar. Dat vind ik gaaf, dit. Dit vind ik gaaf. Dit is gewoon mazzel, hoor. Dat zo allemaal past natuurlijk. Zo, ja, maar dit is geweldig. Vooral met die boog komt het helemaal tot zijn orde. En als we het kijken met de originele foto aan het begin van de aflevering, dan heb je ook zo'n leeuwenkop. Dus het komt wel weer aardig overeen. Nou wil ik wel wat meer kleurtjes toevoegen. Wat meer dat het oranje terugkomt in die boog. Maar dat wordt even lastig, want het is voornamelijk heel erg wit allemaal, zoals je ziet. Nou vind ik dat wit wel weer iets chiques hebben, weet je wel. Het is niet gelijk heel storend. Hé, hey, een koperen hek. Oh, maar dat is mooi. Dat hekje hebben we wel nodig natuurlijk. Nou ga ik even kijken, want je hebt er ook meerdere. Je hebt ook deze. En ik vind hem mooier als die zo aansluit. Dan ga ik hem wel zwart maken. Kan ik hem zwart maken? Dat hoop ik. Ja, gelukkig. Of een beetje grijsachtig wil ik. Een beetje lichtgrijs. Ik denk dat lichtgrijs. Serieus? Ik heb hier niet om gevraagd en het begint alweer te sneeuwen. Potverdorie. Ja, nee, dat wil ik niet. En waarom niet? Het is natuurlijk wel mooi. Ik zeg niet dat het verschrikkelijk is, maar dan zie ik niet zoveel. En dan wordt het nog witter. En dan moet het ongeveer in het midden gaan gooien. Nou, wat zal het midden zijn? Ik gok even dit. Hé, hey, dat zijn die boogjes. Kunnen we die gebruiken? Ook een ander kleurtje geven? Dan ben ik echt helemaal gelukkig. En waarom? Die hadden we namelijk nodig. Ja, je kan ze kleuren. Oeh. Oh, maar het is wel heel breed dit, hè? Wacht, hebben we nog een andere boog? Hoe heet die? Een klassiek dak, houten rand. Een kwartcirkel. Wacht even, kwartcirkel. Ja, dit is hem. Oké, dit is dan de klassiek dak, houten rand. En we hebben ook, even kijken, we hebben de platte en we hebben deze. Maar volgens mij komt het allemaal. Oh, dit is ook mooi. Dit is ook mooi, dat hij zo mooi afsluit. Oh, ik ben hier verliefd op, jongens. Jullie snappen ook wel dat als ik natuurlijk een dierentuin maak, hè, jullie hebben hier ook misschien wel heel lang op moeten wachten. Dat, excuus daarvoor, maar het is even niet anders. Maar op zich is alles gewoon lekker positief uitgepakken. Alleen, hoe moet ik dit dan weer doen? Want het is een klein boogje. Maar ik wil het wel gaan doen, want ik vind hem wel super, super leuk. Daarom zei ik ook eerder van, jongens, ik ga eerst de voorkant maken en dan pas bemoeien met de rest. Want anders dan, ja. Het is redelijk aan het worden. Het kan nog mooier. Ik kan er nog heel veel uren aan zitten. En dat kan ook wel. Maar dat gaan we ook doen. Ja, dat gaan we gewoon doen. Hebben we geen sign? Hoe heet dat dan? Een sign? Een bord. Je moet natuurlijk gewoon een tekst op doen, hè? Ik wil een tekst van het park, de ingang, weet je wel. En het liefst een bord wat kan hangen. Kijk, deze kunnen we ook eventjes neerzetten zo. Beetje verspreid. Hier komen dan wat vlaggen aan. Oh, het is van de poldieren. Maar heb ik dan niks anders wat ik eraan vast kan maken? Even kijken hoor, ik denk, dat moet toch wel? Er moet toch wel een andere vlag zijn of zo? Nou, dan gaan we nu maar even de poldieren doen dan. Ja, dat is het enige wat ik erop kan hangen. En dan voegen we ook nog even bankjes toe, want mensen moeten ook rustig kunnen zitten. Ik ga natuurlijk ook nog muren maken en raamkozijnen en dat soort dingen. Misschien valt er iets op, wat ik nu aan het maken ben. Heel weinig groen tot nu toe, heel weinig plantjes. Maar geloof me, dit park gaat een en al natuur bevatten. Met grote rotspartijen, noem maar op. Misschien dat ik zelfs hier aan de linkerkant een hele grote rotsklif wil maken met een leuke stromende waterval. Weet je wat? Dat gaan we volgende keer gewoon lekker maken. Dan gaan we dit echt wel een mooi levend gebied maken. Laat vooral een duimpje achter voor een begin van een nieuwe dierentuin. En tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van natuurlijk Planet Zoo. Doei doeg!